Morgen de wedstrijd NEC Willem II. De laatste thuiswedstrijd van dit kalenderjaar. Is het mogelijk de laatste wedstrijd die jij voor NEC gaat spelen dit jaar? Tenminste thuis. Ja, dat zijn jouw woorden. Ik bedoel, ik lees van alle geruchten, maar voorlopig zijn het alleen maar geruchten. En ik denk dat er voorlopig ook niks aan de hand is. En zolang ik niks weet, en, dan blijf ik me 100% concentreren op NEC. Ja, want Club Brugge, het is, wordt vaak genoemd. Ze zal een aantal keer op de tribune hebben gezeten voor jou. Maar zou het de club zijn waar jij open voor staat, Club Brugge? Het is toch weer je vaderland, België? Luister, als voetballer moet je voor alles openstaan, denk ik. Je hebt een vrij korte carrière, denk ik. En je moet, als je toch een beetje ambitie hebt, moet je proberen zoveel mogelijk uit je carrière te halen. Zowel sportief vlak als financieel vlak natuurlijk. Maar voor mij is sportief dat primeert. En als ik me kan verbeteren, dan sta ik voor alles open. Ja, je bent nu eigenlijk anderhalf jaar hier. Hè. Eerste seizoen heb je het heel moeilijk gehad. Toch heel erg moest je wennen. Nu is het tweede jaar en dan heb je heel veel hulp, met name van Kluivert en De Gier. Maar zelf ben je ook een stuk verbeterd. Wat is er eigenlijk veranderd ten aanzien van het eerste jaar in NEC, Björn? Ja, puur voor mezelf denk ik gewoon, ik ben een jaartje ouder. Ik heb weer wat bijgeleerd en een beetje meer ervaring. En ik denk ook omdat het team gewoon veel beter gaat voetballen. Als je dan ziet dat vorig jaar moest ik de ballen vaak op middenveld halen, moest ik daar in het spel betrokken worden. En dan kan je als aanvaller geen doelpunten maken. En nu word ik betrokken in het spelletje, maar dan word ik betrokken rond de 16 meter van tegenstander. En met Lasse Schöne en John Goossens, die twee allebei heel goed kunnen voetballen, die de oplossing vinden, creatief zijn. Dan kom je vaak in stelling en dat is denk ik wel het grote verschil dan vorig jaar. Ja, je hebt er al 12 in liggen. Dat zal voor jou ook een hele opluchting zijn, denk ik. Ja, ik denk het wel, maar niet alleen voor mij. Ik denk ook voor de club. Ik denk voor iedereen, voor alle mensen hier van de club. Voor de spelers, voor de technische staf, voor mezelf inderdaad ook. Het is mooi meegenomen, maar voor mij blijft het nog altijd het belangrijkste dat team de 3 punten pakt. Want tegen Ajax maakt Bram uiteindelijk een heel belangrijk doelpunt. Ik ben er zeker niet ontgoocheld voor, want als Bram dat doelpunt niet maakt, dan hebben we geen punten. Dus wie voor mij scoort is echt van geen enkel belang. Wat leeft er in de groep? Wat zouden jullie nog met elkaar willen bereiken dit seizoen? Want het kan best wel mooi worden nog. Jullie zijn een stijgende lijn. Ja, dat kan nog heel veel, maar ik denk dat we gewoon met de voeten op de grond moeten blijven. Dat we realistisch moeten zijn en dat we van wedstrijd tot wedstrijd moeten bekijken. We moeten nu geen gekke uitspraken gaan doen, denk ik. Hè. Natuurlijk wil iedereen terug Europees voetbal zoals 2,5, 3 jaar geleden hier gebeurd is. Ik denk dat de spelers dat ook willen, maar we moeten allemaal gewoon blijven werken. En wedstrijd voor wedstrijd. En morgen komt er Willem II aan. Misschien lijkt het wel een makkelijke wedstrijd, maar elke wedstrijd is moeilijk. En zeker tegen zo'n ploeg die onderaan staan, weinig punten. Ja, de ommekeer moet ooit wel eens komen, dus laten we hopen dat het morgen niet gebeurt. Ja, je geeft realistisch, morgen dus Willem II uitgewonnen met 3-5. Maar het zal altijd nog een lastige club blijven om hier de punten in huis te houden natuurlijk. Natuurlijk, ik denk dat we allemaal het scenario van vorig seizoen nog weten tegen RKC. Die had ook geen enkele wedstrijd gewonnen. Ze komen hier met de 3 punten en gaan ze naar huis toe. Dus dat scenario moeten we gewoon vermijden. Maar ik blijf erbij, als we voetballen met de juiste mentaliteit, zoals Ajax, zoals de wedstrijden daarvoor, goed voetbal brengen, gegroepeerd, geen kansen weggeven en zelf vooruit voetballen, dan komt alles wel in orde. Vorige week was de wedstrijd Ajax-NEC, die werd gespeeld. Wat mij opviel bij het betreden van de arena is dat Van Eijden niet speelt en Nuitink wel. Wat was er precies met Van Eijden aan de hand op dat moment? Nou, Rens had vrijdag al wat last gekregen, dat zag ik. We hebben niet veel aandacht aan besteed. Maar we hebben zaterdagmorgen, ik heb een telefoontje dat er last van had. En zoals ik al eerder aan heb gegeven, speel je niet met de gezondheid van mensen. Dus heb ik gezegd, geen enkel risico. En ondertussen is Rens al geopereerd. Gaat het goed met hem nu? Gisteravond contact gehad, operatie is succesvol geweest. Vanmorgen medisch stafcontact gehad. Operatie is prima geweest, zelf goed ondergaan. Dus hij voelt zijn eigen prima. Ja, Gabo Babos, ook hij is geblesseerd. Hoe gaat het met hem? Met zijn revalidatieprogramma? Ja, prima. Hij gaat heel goed in de revalidatie. Je ziet een schema, is geen terugslag. Dus ik verwacht dat hij ook volgende week een keer naar buiten gaat, mits de omstandigheden positief zijn. We gaan toch even terug naar de wedstrijd, Ajax-NEC. Daar viel op dat NEC eigenlijk een perfecte wedstrijd speelde, met name in het positiespel. Nou ja, perfect, daar ben ik niet helemaal mee eens. Perfect is bijna nooit. En een positiespel is niet een doel. Het doel is eigenlijk een wedstrijd te winnen. Dus als je perfecte wedstrijd speelt, dan win je dit soort wedstrijden. Dus ik vind dat we hier zeker in de eindfase misschien iets meer hadden moeten brengen. Dan neemt dan ook weer risico mee. Ik vind dat we gewoon heel goed hebben gespeeld. Hè. Dus ik was ook trots, ik was heel tevreden. Maar zoals denk ik een sportman beaamt, als je de perfecte wedstrijd speelt, dan haal je 3 punten mee in het arena.
Ja, want de kant van Schöne, binnenkant paal, Ajax komt er heel snel uit, schakelt heel snel om. En ja, ook een eigenlijk fantastische bal van Soleimani. 1-0, dat is best een klap voor zo'n team en ook voor jullie, denk ik. Ja, kijk, natuurlijk, Lasse schiet tegen de paal aan. En daarna zit Remy in een duel, zit Ramon in een duel. Dat zijn twee keer dat je een professionele overtreding moet maken. Uiteindelijk doet Soleimani een fantastische voorzet geven. Mido die rond er prima af. Dan zie je toch de veerkracht en het geloof wat we hadden. Voor dat we meteen doorgingen en gelukkig vrij snel scoren. Ja, Nuitink, uitrekend hij, maakt dan die 1-1. Hoe vond je dat hij eigenlijk speelde, die wedstrijd? Nou, prima. Ik vond dat Bram goed speelde, goed naar vermogen. Ook prima met aan de rechterkant uit de voeten kwam. Nou, hij voldeed aan het beeld wat we hadden, waarom we hem daar neer hebben gezet. Ja, maar hij stond centraal, zijn favoriete positie. Overweeg je hem ook nou om morgen weer te gebruiken? Ja, dat is nog even kijken. Maar kijk, in principe vind ik ook altijd, heb ik ook altijd aangegeven, dat Bram centraal beter tot zijn recht komt. Alleen, je moet keuzes maken als trainer. Op het moment dat je één linksback hebt, dat is Rémy Amieu, die niet goed aan de competitie is begonnen, zoekende was, wel heel hard aan het werken was. Nou, uiteindelijk heeft Rémy steeds beter opgepakt en kan je Bram daar neerzetten. Dus je moet alleen geweldig veel waardering hebben voor Bram, dat hij al die tijd ons uit de brand heeft geholpen. Dan maakt hij die 1-1 in de arena. En dan rent hij eigenlijk naar Mark Otte, die eigenlijk gepasseerd wordt op die positie. Dat houdt in dat een team, ja, het is gewoon een team. Ja, ja, nou kijk, dat zie je natuurlijk zonnig in de arena. Maar dat zie je ook bij wedstrijden van jong NEC. Daar zie je vaak ook heel de selectie aanwezig. Dat zien we elke dag op de werkvloer. Het is gewoon een mooi stel spelers die gewoon op een hele goede manier met elkaar omgaan. Morgen de wedstrijd NEC Willem II. Wat verwacht je daarvan? Want Willem II zou heel anders gaan spelen als Ajax. Ik denk meer verdedigend. En daar heeft NEC af en toe wel eens wat moeite mee. Ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt. Omdat het, je moet alles zelf doen. Je moet het tempo maken. Het verwachtingspatroon is er. Dus je moet gewoon ook gewoon winnen. Dus dat wordt een hele moeilijke wedstrijd. Waarom? Nou ja, net wat ik net aangeef. Je speelt tegen een ploeg die niks te verliezen heeft. Die hebben echt niks meer te verliezen. Dus je kunt frankenvrij spelen. Wij moeten een spel maken. We moeten tempo. We moeten dus allemaal heel goed gaan voetballen. Tegen een ploeg die wat minder ruimte prijs geeft. Waardoor het voetballen een stuk moeilijker wordt. Dan moet je nog meer bewegen. En iedereen komt ook naar dit stadion toe. Denk ik met hetzelfde gevoel wat wij hebben. Deze wedstrijd moet je winnen. En is hij in het verleden eigenlijk wel bewezen dat clubs die het heel erg moeilijk hebben. Dat ze toch wel ja, niet de punten meegeven. Maar dat ze daar gekke resultaten behalen. RKC thuis 0-1. Dat was bijvoorbeeld de Graafschap uit. Nog nooit gewonnen. RBC uit. Nog nooit gewonnen. RBC. En die winnen dan toch bij NEC. Heb je dat ook in je achterhoofd? Want het zal toch niet waar zijn dat Willem II hier de eerste overwinning gaat pakken in Nijmegen? Nee, zo denk ik helemaal niet. Nee, nee, nee. Nee. Ik denk gewoon van we gaan die 3 punten pakken. En daar moeten we heel hard voor werken. Muziek, voetbal en informatie. Roodzwartgroen.nl is de perfecte combinatie. Perfecte combinatie.